serieus genomen worden, want dat is best een verschil, schat. Heb jij je nou voorgesteld of speel je raad me na? Ik heet trouwens de ware, die me aangedaan. Hé, hey, ken ik jou niet ergens van? Ik ben toch niet te min, want je lijkt verrekt te veel op mijn toekomstige vriendin. Ken ik jou niet ergens van? Wat was het er ook alweer? Oh ja, van volgende week zaterdag, want dan zie ik je weer, toch? Ik zag je naar me kijken en ik voelde me gevleid. Ik wil trouwens een spiegelei met bacon als ontbijt. Schat, had jij je nou voorgesteld, speel je raad me na. Ik heet trouwens de waarde, die me aangenaam. Ik hoop niet dat je al je zinnen op mij hebt gezet. Want je kunt niets met mij beginnen, lief. Ik ben eraan bezet. Weet je wat wel leuk is? Hoe wij nu zo zitten, dat is ook een beetje hoe wij zijn begonnen als artiesten. Wist je dat onze eerste optredens ook in een kleine kroeg waren? Nee, er was niet bij. Dat kan. Later aangehaakt, dat is ook goed. Ja. Maar kent iemand toevallig de pianobar in Volendam? Wel eens van gehoord? Er zijn een paar Volendammers in de zaal, dus dat moeten we wel, toch? Het heet niet anders, het heet niet Drinks. Maar... ja, oké, er zijn wel wat stamgasten volgens mij. En, maar de pianobar is dus een klein cafeetje onder aan de dijk. En die hebben heel vaak live muziek. En daar werden wij, ik denk één keer per maand wel geboekt. Ik heb het nu over 2004 of 2005. En dan speelden we dus de hele avond lang covers. Alleen maar covers. Want we hadden nog geen eigen repertoire. We wisten nog niet of we zelf liedjes konden schrijven. Dus waren we genoodzaakt alleen maar een liedje van anderen te zingen. En ik zat zo te denken, omdat we nu toch zo zitten, is het niet leuk om weer eens een cover te spelen. Ja. Nee, dat is veel te enthousiast.